dat je bent. Vertel, wat heb je daar... Want je was samen met Patrick. Ja, gezellig met Pat. Ja, ja. Geen vakantie. Nou, het voelde wel een beetje als een vakantie, moet ik zeggen. Want het was heerlijk, 20 graden, nog lekker het zonnetje. Een beetje gevoeld daar. En ja, dat was één groot feest. Want het leuke was, het was in een klein dorpje. En dat hele dorp werd helemaal overgenomen door de Nederlandse crew. Dus er waren twee kroegjes. Daar zaten nu allemaal Nederlanders in. Alle filmsets. Het was één groot feest. Dat hele dorp. Het is al een film op zich. Ja, dat was eigenlijk al een film op zich. Ja, dat was echt een happening. Want er gebeurt nooit wat in het dorp. Want het was echt hoog in de bergen. Dus je moest ook een uur door de bergen rijden om daar te komen. Dus ja, normaal is daar niet zoveel te doen. Dus dit was echt een hele happening voor die mensen. En het was ook extra leuk omdat Jan Kooijman eventjes ging dansen. Hij is natuurlijk een professioneel danser. Ja. Maar hij ging hier wel hele rare danspasjes doen. Patrick vroeg eventjes wat hij nou precies aan het doen was. Oké. Eiffeltoren. En het is ook echt wel een heel romantisch verhaal. Want de bedenker, de ontwerper van die Eiffeltoren, die twijfelde, moet ik die worden als Gooise Vrouwen of Divorce? Nou, het is wel een hele andere film weer dan Gooise Vrouwen en Divorce. Maar ja, het is wel weer echt een hele, hele goede film. Heel anders, want het speelt zich allemaal af in een woonkamer. Dus je bent eigenlijk de hele film. Je heeft zijn accent thuis gelaten, dus ja, daardoor is het toch wel weer heel anders. Maar ja, het is echt een hele goede film geworden. Ik geef jullie even een voorproef. Ja, leuk. De film is eigenlijk een Italiaanse film. Perfetto Sconosciuti, als ik het goed uitspreek. Klinkt goed. Nou ja, uiteindelijk heel veel landen hebben dit nagemaakt. Onder andere Frankrijk, Spanje, Griekenland. Russen natuurlijk ook aan geloven. En het komt allemaal door een goede vriendin van John de Mol. Die zei, je moet hier een film van maken, want die kennen hem al uit Italië. Dan bel je Linda. Ja, precies. Dus die heeft er een film van gemaakt. Ik zie al appjes. In ieder geval bij mij komt er een appje bij binnen. Maar dan, leuk. En ja, ik ben überhaupt al dol op Lies. Dus ik vind het heel leuk dat ze komt. Zeker. Ja, heel leuk. En we mogen elkaar te weggeven. Ik ben wel een beetje traditie geworden dat we elkaar laten schrikken in de uitzendingen. En ik denk, ik ben jullie nu voor. Want ik was een beetje bang dat jullie mij misschien gingen laten schrikken. Dus ik denk gewoon...